Goedemorgen. We starten met de locatiekeuring bij het stal van de Kadiek. Een prachtige locatie, nieuwe app- en voetbaan. Dus de baan ligt er keurig bij. Het weer is goed. Het is een beetje fris, maar zon overgoten hier. Dus we gaan er een mooie keuring van maken. For the people who don't speak Dutch, I do it in a little bit in English. We are on the location from the stall from the Kadiek. It's a beautiful location, we have good weather and it's a little bit cold, but we have a lot of sun here. We hope you have a beautiful day today. Maar
wat weet je wel. Dan hierbij de uitslag van nummer 1. Een paard met voldoende ras. Heeft een, zou iets meer nek kunnen hebben. Is een beetje zwaar in de hoofd-halsverbinding. Heeft ook een lichte onderhals. Schouderligging is goed. De rug is voldoende sterk. En ook op een lendenpartij is hij ietsje gedreven en ook ietsje strak. Het kruis is wat hellend. Het paard heeft een goede voorbeenstand, is ook correct in het voorbeen. Het achterbeen is sabelbenig. In stap heeft dit paard heel veel ruimte en ook lichaamsgebruik. In draf zou je meer opwaarts moeten draven en het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Hij heeft wat een duwende draf. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, krijgt een derde premie. Vanwege het feit dat hij iets meer kwaliteit in zijn benen zou moeten hebben. En in draf iets meer opwaarts zou moeten draven. En nou in Engels. This horse has a good racial type. In conformation he has a little bit missing some length in the neck. The back is strong and also the loins are a little bit straight. The croup is a little bit sloping. The walk was room and powerful. The trot, she needs more uphill and more using bending in the hocks. So we give her a third premie today.
Hierbij de uitslag van nummer 2. Een paard wat het edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Paard met voldoende halslengte. Heeft dan ook een goede schouderligging. Paard is iets neerwaarts gebouwd. Heeft ook een beetje een hellend kruis. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. Is iets week gekoot van voor. Paard wat goed stapt. Wat makkelijk door zijn lijf stapt. Ook met veel souplesse. Een paard ook wat ondanks een neerwaartse bouw wel opwaarts draaft. En ook een goed achterbeengebruik laat zien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie vanwege zijn goede bewegingen. We zouden hem in bouw toch wel iets anders willen zien, maar hij heeft voor ons hele goede bewegingen laten zien. Then in English, a horse could a little bit nobler in head. Is a little bit built downhill and also the croup is a little bit sloping. The quality of the legs are good. The walk was room and powerful, a lot of elastic, and in trot he was uphill and a good using of the hind leg. So we take it in the stud book with a second premie.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 3. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, voldoende halslengte heeft, zou iets meer lengte in zijn lijf mogen hebben, is een beetje gedrongen. Is voldoende sterk in de bovenlijn, kruis is wat kort en wat hellend. Ook het voorbeen is iets hol. Zo iets. En het achterbeen is neigt naar recht. Dit paard stapt te kort en zou meer tact in de stap mogen hebben. Hij mist nogal wat tact. En in draf zien we eigenlijk hetzelfde. Hij zou meer tact in de draf mogen hebben en wordt vandaag ook niet opgenomen vanwege een stap die op dit moment niet acceptabel is. Number 3. The horse is noble in the head. The neck is long enough. The back is a little bit short, but strong enough. The croup is a little bit sloping and missing what length. The horse, the walk was not sufficient and not good enough for taking her in the stud book today.
Hold on. Ik wil even bij die hoort, zo ja. Volgt van nemen terug met naar beneden op die voortplanten. Goedje. Goedje. En hier de uitslag van nummer 5. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer nek kunnen hebben, is een beetje zwaar in zijn hals, heeft een voldoende schouderligging. De rug is ietsje aan de wekenkant, maar de lendenen zijn dan weer een beetje strak, heeft een goede kruisligging. Paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Het paard heeft voldoende kwaliteit in zijn benen, de stap zou je meer takt kunnen hebben, ook meer regelmaat, ook meer, iets meer ruimte. In draf maakt dit paard zich heel mooi. Hij gaat met schoft omhoog, heeft ook bij een heel goed achterbeen gebruik. Maar vanwege de stap wordt ze vandaag stamboek met een derde premie. Oh, nou in Engels. Een horse with a lot of racial type. The conformation, the back is a little bit weak. The croup is long enough and good conformation. The walk needs more regularity, is a little bit short long. And then trot, she was uphill with a good using of the hind leg, but because the walk, we take her in the stud book with a third premie.
Dan volgt hierbij de uitslag van nummer 6. Een paard wat het Friese rastype een beetje mist. Het is een beetje WPN opdruk heeft hij. Paard zou wat eerder in zijn hoofd kunnen zijn. Heeft een, wel een lange hals, maar die zou iets meer gebogen kunnen zijn. Is een beetje steil in zijn schouder. Een sterke bovenlijn. Ook een kruislegging wat een beetje hellend is en wel voldoende lengte heeft. Het beenwerk is voldoende droog en hard, maar is een ook lichtzabel weinig achter. De stap was ruim en actief. En ook met voldoende afdruk. Ook in draf had het paard voldoende ruimte. En ook zou het voorbeen wat verder weg mogen zetten. Het paard wat vanwege zijn ras vandaag wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Number 6 is een horse missing some racial type. En de had a long neck, but long neck but needs more vertical. The back and the croup are very good. The quality of the legs is good. The walk was room and powerful and elastic. In trot, she needs more room in the front legs. So we take it in the stud book with a third premie.
Er volgt hier de uitslag van nummer 8. Een paard wat iets vriendelijker uitstraling in zijn hoofd zou kunnen hebben. Heeft voldoende nek, ook voldoende halslengte, ietsje zwaar, komt wat diep uit de borst. Heeft een schouderlegging die gewenst is. Heeft een sterke bovenlijn. Kruisje zou iets meer lengte kunnen hebben. En het beenwerk, de standen voor zijn goed. Het achterbeen is er licht sabelbenig en zou ook iets harder mogen zijn. In stap heeft dit paard veel ruimte en ook veel lichaamsgebruik. Een goede stap, een goede bruikbare stap. In draf is dit paard voldoende opwaarts. Heeft ook een goede buiging in zijn sprongen. Dit paard wordt vanwege zijn goede stap vandaag opgenomen in het stamboek met een ster en een tweede premie. Now in English, the horse could a little bit friendlier in the head. He has a nice long neck, good vertical neck. Also the shoulder is good and all the upper line is strong. The croup is long enough and walks. He had a lot of room and a lot of elastic. And in trots he was uphill and a good using and bending in the hocks. So we take it in the stud book with a second premie. Star with the second premie.
de uitslag van nummer 9. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer nek kunnen hebben, iets meer kap. Heeft een lange hals die verticaal is. Heeft ook een voldoende goede schouderligging. In de bovenlijn is het paard sterk. Heeft ook een goede verbindingen. Kruis is voldoende van ligging, zou iets meer lengte kunnen hebben. Heeft een lang voorbeen, wat ook goed onder het lichaam staat. Ook correct van beenstanden voor. Ook het achterbeen is correct gesteld. Ze heeft een goede hoek in het achterbeen. De stap was ruim en krachtig en heeft ook voldoende ruimte. In draf was het beeld wat wij nu zagen toch anders wat ze in de test hebben gezien. Wij zouden hem graag iets meer opwaarts zien draven en ook met een goed achterbeengebruik. Maar zoals het altijd gebruikelijk is, nemen we de goede testcijfers van dit paard over. Dus wordt het paard vandaag ster met een tweede premie. Nummer 9 is a horse is noble in the head. De nek is long and a little bit vertical. De upper line is straight and strong. De croup is also good. The quality of the legs were very good. The walk was room and powerful. In trot, she needs a little bit more uphill. But she had a good RBFP test. So we take the numbers of the RBFP test. So we take it today in the studbook with a second premie star.
Daar krijgen Richard, ja. Dan hierbij de uitslag van nummer 10. Een paard wat voldoende edel in het hoofd is. Heeft een veel front. Heeft een verticale hals. Schuine schouder. Is een middenstuk zouden we graag wat sterker zien. Ook een beetje gerekt in het middenstuk. Het kruis is voldoende van ligging en ook voldoende van lengte. Het voorbeen is, staat goed onder het lichaam. Is een beetje hol. Hoek en het achterbeen is iets neigt naar een iets recht achterbeen. De stap zouden we graag meer ruimte willen zien en ook meer onder het lichaam en meer lichaamsgebruik. In draf maakt het paard wel heel veel houding, heeft een goed voorbeengebruik. Maar daarbij vinden we dat het achterbeen meer onder het lichaam moet en ook meer buiging in het achterbeen zou kunnen hebben. Dit paard wordt vandaag beloond met een derde premie. Nummer 10 is een horse with a noble head, a long neck, no long vertical neck. The upline is a little bit weak and also the croup is long and good. The walk need more room and more using of the body. In trot she was a lot of front. But the hind legs needs more under the body. So we take it in the stud book with a third premie.
zeker dat je. Dan hier bij de uitslag van nummer 11. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer nek kunnen hebben. Heeft ook een lichte onderhals. Het paard heeft wel een voldoende verticale hals. De bovenlijn is voldoende sterk. Alhoewel de rug zou iets sterker mogen zijn. De lendenaansluiting is voldoende. Kruis is iets hellend. Het paard heeft een voldoende voorbeenstand, zou iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. En als je op je toe komt lopen, is het paard licht toontredend. De stap was voldoende ruim, maar zou meer lichaamsgebruik kunnen hebben. Ook in draf is het paard, heeft het wel voldoende ruimte, maar wij missen dan het beetje en wat de souplesse in het paard. Het is allemaal voldoende, maar het paard wordt vandaag daarom ook opgenomen met een derde premie. Oh nee, was al opgenomen, krijgt een derde premie. Nummer 11 is head could a little bit nobler, long vertical neck. The upper line is a little bit weak in the back. The croup is long enough. The quality of the legs was a little bit tuning in. The walk was room enough, but missing some suppleness. Also in trot, we need more suppleness and more power from behind. So we take it in the stud book for the third premie. Thank you.
Hej, de har det, Richard. Hej. Dan valt hier de uitslag van nummer 12. Een paard wat eerder in zijn hoofd zou kunnen zijn, ook iets meer nek zou kunnen hebben. Het paard heeft voldoende hals, heeft een lange hals die ook verticaal gesteld is. Schouder ligt er voldoende in. Hij zou in het middenstuk sterker moeten zijn. Ook aansluiting kruislenden zou iets sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Voorbeen, vooral rechtsvoor, zouden we de stand iets correcter willen zien. Het achterbeen heeft een voldoende hoek. De stap was ruim en veerkrachtig en ook met voldoende souplesse. Ook in draf had het paard een voorbeen wat verder weg zou mogen worden gezet. Maar wel een goed achterbeengebruik. Maar vanwege bouw en kwaliteit beenwerk wordt het paard vandaag niet geprimeerd. Nummer 12. The head could a little bit nobler. A long vertical neck. The upper line is weak. Also croup loins connection could a little bit stronger. The walk was a room and a lot of suppleness. In trots he needs more rooms in the front legs, but the behind legs are a lot of bending in the hocks and good up and a lot of suppleness. So, but because the conformation and the quality of the legs, no preemie today.
De uitslag van nummer 13. Een paard wat ook iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Wat meer neklengte zou kunnen hebben. Voldoende halslengte heeft. Ook een lichte onderhals heeft. In de rug zouden we graag wat sterker zien. Ook de aansluiting kruislenden zou wat sterker mogen zijn. Kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Paard heeft een voorbeenstand wat iets onderstandig is. Het achterbeen is licht sabelbenig. De stap was voldoende van ruimte, maar zou iets meer buiging in de sprongen kunnen hebben. In draf maakt het paard zich mooi. Hij is opwaarts in zijn draf. Heeft daarbij ook een goed achterbeengebruik. Vandaar dat we dat vandaag ook belonen met een derde premie. Nummer 13. Horse could a little bit nobler in the head. The neck is a little bit heavy and long enough. The upper line could a little bit stronger. It's a little bit weak in the back and also croup. Loins connection could a little bit stronger. The legs are good for quality. The walk was room enough, but needs more bending in the hocks. In trots, he was uphill and a good using of the hind legs. So we give her a third premie today.
Dan de uitslag van nummer 14, een vierjarige ruin. Een paard met veel rastypen, heeft een voldoende edel hoofd, een verticale hals met veel behang erop. Het paard zou in de bouw, is vooral een rug en kruislinnen, een sterker moeten zijn voor een jong paard. Heeft ook een voldoende lang, maar erg hellend kruis. De voorbeenstand is iets onderstandig en ook zou hij iets droger in zijn benen mogen zijn. Het heeft een iets Franse stand. De stap was voldoende ruim en ook met voldoende lichaamsgebruik. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou het ruggebruik meer willen zien en ook meer het achterbeen verder onder het lichaam. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Number 14 is een horse with a lot of racial type, een vertical neck, a little bit heavy, a lot of manes. So that was good. The confirmation, the neck was long enough. The shoulder was good. The back was a little bit weak. Also the croup loins connection could a little bit stronger. The croup was long enough but very sloping. The quality of the legs was in the front, he was tuning out, and in the hind legs could a little bit more quality. The walk was room enough and enough suppleness, but in trot we need more using the hind legs more under the body and a little bit more suppleness. So we take him in the stud book today. It was a young gelding, 4 years old.
Dan hier bij de uitslag van nummer 15. Een paard met een edel hoofd, een verticale lange hals. Heeft ook een goede schouderligging. Is ook een sterke bovenlijn. Misschien ietsje te sterk op lendenen, te strak. Kruis is voldoende van lengte. Een paard wat veel ras en ook goed gebouwd is. Het beenwerk zou qua kwaliteit zou het iets droger mogen zijn. Ook het paard is behoorlijk week gekoot. De stap zou meer ruimte en ook meer souplesse mogen hebben. En ook in draf. Dan zou het paard ook meer in de voorhand moeten reizen. En ook het achterbeen meer moeten buigen. En ook meer onder het lichaam zetten. En ook iets meer regelmaat kunnen vertonen. Dit paard wordt vandaag geen veulenboekster. Vanwege de bewegingen. Number 15, a horse with a lot of racial type, a nice conformation, strong in the back and a good group. The quality of the legs got a little bit better, she's a little bit weak in the pastern. The walk need more bending in the hocks and also more rooms and more suppleness. Also in trot, she needs more regularity and also more using of bending in the hocks and more uphill. So no full book star today. So dit was het laatste paard hier vandaag op de zon overgoten in Sint Johannesga. We hebben een leuke keuring gehad waar misschien de resultaten iets beter hadden kunnen zijn. Maar goed,
Het weer was goed en de aanvoer en de verzorging van de familie was hier ook prima in orde. We zien u volgende week weer terug op locatiekeuring bij Stal Chardon. Dus tot volgende week. So this was the last horse in this location curing. We had nice weather and good quality. The quality of the horses maybe could a little bit better, but we had a nice curing. And we see you back next week with by Stal Chardon.